Heerlijk. Ja, is dat heel mooi. Nee, we lekker op date night met z'n tweetjes. Papa, mama, even trouwens. Ik lijk wel een klein poppetje. Ik vind het echt helemaal mooi. Dus ik ben wel even bezig om dit straks op Vinden te zetten. Ik heb mijn ballen verbrand. Hi guys! Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag. René en ik die zijn in Rotterdam, want we gaan weer naar Peter Akkermans Eye Fashion. We gaan onze Cartier-brillen ophalen. Ik heb er echt zoveel zin in. Ik heb hem helemaal zelf samengesteld. Kun je zien in de... Oh nee, ik heb dat vorige keer niet gefilmd op de vlog. Maar dit keer wel. Hier is het. Dus ik ga jullie even meenemen vandaag. Hij heeft trouwens echt een gekke politiehond hier. Want hij keer is ingebroken. Echt alle merken heb je hier. Chanel, Chloe, Gucci. Van alles. Nou, we zijn. We moeten even wachten op John. Die komt elk moment aan. En kijk eventjes deze logo. Oh my god. Hij is wel heel lief. Ik heb hem vorige keer geaaid. Ik was wel bang. Nou, we moeten dus even wachten op John. Maar kijk eventjes wat voor mooie brillen ze hebben. Oh mijn god, dat is toch de hemel. Ik heb dus echt een brillenverslaving. Gucci. Nou, ze hebben echt alles. Echt alle merken die je maar kan bedenken. Maar daar is dus de Cartier afdeling. En oh, het is zo mooi om alles samen te stellen. Echt heel leuk. Nou, dit is John. Jullie hebben hem vorige keer niet op de vlog gezien, want ik had niet gevlogd. Hallo. Hoi. Dit is John Akkerman, de eigenaar van de winkel. En ze zijn hier ook Cartier-specialist. Maar los van de Cartier-specialist hebben ze natuurlijk ook veel meer in hun aanbod. Wat ik net al een beetje heb laten zien, ze hebben zoveel. Dus voor iedereen wat wils. Wat heb jij besteld? Gewoon samengesteld. Ook een Cartier, samengesteld, ook een Cartier, hè? Ja. Welke kleur? Een hele mooie. Blauw-paarsachtig. Ja, echt heel mooi. Ik ben zo benieuwd hoe die geworden is. Ja. Heel benieuwd en ook heel snel klaar trouwens. Kijk eens. Ik denk dat we... Wanneer waren we hier? Anderhalve week terug? Ja, zoiets. Ja, ja, snel gaan, hè? Heel snel. Ja. Oh my god, ik ben zo benieuwd. Ja, maar ik heb gelijk, want ik wist natuurlijk, ik moet voor Mystery Land. Ja, dus ik bestellen. We hebben dus volgend weekend hebben we Mystery Land, dus we dachten we moeten snel zijn. Ja, top. Oh mijn god, deze kleur is zo mooi. Is hier, kwam uit goed? Hij moet nog wel gesteld worden, hè? Dus de pootjes en zo. Oh, zo dat doe jij ook. Maar die glazen zijn goed. Op de vlog lijkt hij blauw, maar hij is dus blauw paars. Het is echt heel mooi. Nu ben ik helemaal ready voor volgende week. Ja. We zijn even kijken voor kaarten voor Glory. We zijn dus nu in Rotterdam. Glory is vanavond in de, hoe heet het ook alweer? Rotterdam en Hoei. Dus we zitten even te twijfelen of we hier naartoe gaan, ja of nee. Anders zouden we vanavond kijken met mijn zus, Brea. Die is nu bij ons thuis. Maar dan is het heel erg dat wij er om naartoe te gaan. Nou jongens, wat vinden jullie ervan? Laat maar even weten hier in de comments. Ja, ik vind het goed hoor. Ja? Wat vind jij ervan? Ja, ik vind hem super goed gelukt. Eerlijk, die van jou is ook nog steeds echt heel mooi hoor. Dankjewel. Verkrijgen wij in Rotterdam heel erg berg. Kijk de zijkanten, kijk. Oh, mooi ook hoor. Dik, wat heb jij ook alweer voor zijkant? Hoe heet dat ook alweer? Buffhorn heet dat. Buffhorn. Buffhorn. Ja, gemaakt van Buffhorn. Ja, heel mooi. Blij? Ik ben blij, ja. Ik ben even nu aan het kijken. Een blij ei. Nou, daar hoefden we twee natuurlijk. Dat kan nooit normaal. Huh? Echt heel erg. Oh my god, kijk de kleur even. Dat is ook heel mooi. Oh, babyblauw. Zo mooi. Oh, dit is knap. Hij is nog mooier dan. Want ik had hem natuurlijk samengesteld hier. En dan zie je bepaalde stukjes per bril. En dan zie je dus niet hoe die gaat. Oh, die is groot. Sorry. Eerlijk. Ja, is dat heel mooi. Wel dik hoor, met dat goud ook. Ja. Oh my god, dit is echt. Ik ben zo blij. Hij is dik, hè? Ja. Oh, het kijkt ook zo fijn. Annabel, hoeveelste bril is dit? Vier? Tweede. Laat deze zien die je nu op hebt. Ja. Mooi hè? Eerlijk, dit staat wel echt goed. Ja, het staat heel goed. Je ziet het niet zo goed op de camera, maar zo. Ja, hij is heel mooi. Er zit een mooie blauwe filter. Blauw 25% DGD met een blauw blok. Specialist, hè, je hoort het. Ja, dan weten jullie het even. Ik weet niet eens wat het is, maar. Ik ben zo blij mee. Het is echt amazing. Echt heel mooi. Kijk, nou, next. Helemaal een origineel Chanel hoesje natuurlijk met de. Matelessenmotief. Ja, dat. De blokjes. Ja. Oh, wauw. Die is ook echt geweldig. Kijk hoe mooi.
Nou, kijk eens even. Dit is ook een pareltje hoor. Helemaal leuk. Nee, echt super blij. Heb je top gedaan. De Cartier-fluisteraren, zo noem ik jou voortaan. Cartier Whisperer. Ja. Nou, het zit er weer op. Onze brillen zijn helemaal mooi afgesteld. En ze zijn zo mooi. En ik wou jullie nog even een klein kijkje geven in de shop. Ze hebben echt alle kleuren glazen kunnen besteld worden hier. Ze hebben zoals groen, roze, paars, rood, nou ja, alles. Alle vormen, alle maten. Weet je die diamanten niet, hè? Oh ja, waar zijn die? Oh, kijk dan. Oh my god. Dat, daar die roze op je TikTok, dat was ook zoiets, toch? Ja, klopt, ja. Ja, heel mooi allemaal. We gaan weer lekker terug naar Friesland. Ja. Jongens, ik voel me helemaal lekker blij met mijn nieuwe brillies. Kijk, dat is wel een mooi autootje voor mij. Porsche. Ja, heel mooi. We gaan even wat eten en dan... ik denk niet dat we naar Glory toe gaan. Ja, ik weet het niet. Ik wil wel graag, maar ik vind het zo lullig voor Freya. Even een eetpauze. Lekker, wat heb je? Muscle meals. Muscle meals. Press. Het is geen muscle meals meer, hè? Het is een pras. Ja. Code René 10. Kun je nu een shampoo? Nou. Okay. En ik heb kipwrapjes. Nou, we zijn weer lekker thuis. Happy family. Preya is er. Lekker, gezond. Kip, shawarma. Knieltjes, sla. Ja. Alles binnen de macro's. Uiteraard afvallen en lekker eten. Coaching bij René Spoelstra. Ja. Preya is aanwezig. Ik heb dus zelf kipzwarmen gemaakt met kip gewoon met zwarmenkruiden, paprika erdoor, uitje, krieltjes. Heerlijk. En dit is dus magere kwark, extra mager met knoflookpoeder, paprika poeder, een beetje peperzout. En dan wat slaatjes erbij. Enjoy! En dan gaan we zo meteen Glory kijken. Nou, daar liggen ze hoor. Ja, lekker achter de s'avonds al. Toppie. Lekker Glory kijken. Heerlijk. We zouden eerst naartoe, maar we doen het toch lekker thuis. Beter, hè? Nou, beter weet ik niet, maar we kunnen het beter zien. Ook gezellig met Pre. Nou, tot morgen! Hey guys, het is vandaag maandag. Nieuwe week, nieuwe rol, nieuwe kansen. En ik ben in Amersfoort. Ik heb vanochtend lekker wat werk gedaan. Toen ben ik in de auto gestapt en nu ben ik dus in Amersfoort. Want ik ga naar Quincy toe. Zij doet fotografie, make-up, wimpers, echt van alles. En ik ben make-uploos zoals je ziet. Ze gaat namelijk make-up doen. We gaan mooie foto's maken. En ze gaat mijn wimpers doen. Ik heb dus heel lang wimpers gedaan in Leeuwarden. En ze deed echt super goed hoor. Alleen toen kreeg ik heel last van allergieën. Maar nu weet ik dus ongeveer wat mijn allergieën zijn. Heb ik wat medicatie. Het is nog wel verder afzoeken zoals je, of uitzoeken zoals je in de vorige vlog zag. Maar ik heb wel medicatie wat een beetje helpt. Dus ik dacht, ja, ze doet make-up en alles. Ook wimpers. Dus ik ga het weer even een keertje proberen. Ik ben echt super benieuwd. Ik heb er heel veel zin in. Ik hou echt van lekker een glam dagje. En gewoon gezellig. Lekker kletsen. Ik denk dat het een leuke meid is. Daar ga ik wel van uit. Tenminste, haar Insta doet ze altijd hartstikke lief en ziet er mooi uit. Dus ik ga jullie even meenemen vandaag. Nou, ik ben gezellig bij de Glam Lounge. Zo heet het hier. Dit is dus van Quincy. Nou, hier zit nog iemand die doet nagels hier binnen. Daar is ze nu even naartoe, want ik heb dus dit gemaakt voor een festival. En dat was dus super mooi. Dat heb ik gewoon met mijn vaste lotus nails gedaan. Mijn vaste nagelmeisje. Super mooi. Alleen ik heb dus het weekend een festival en ik vind het toch niet zo leuk. Ik heb altijd basic, dus... Ja, ik heb gevraagd of zij even snel dit eraf kan filen en dan even een topcoatje eroverheen. En dan is het prima. En dan ga ik volgende keer gewoon weer naar mijn eigen nagelmeid. Maar goed, we gaan dus vandaag lekker glammen, zoals ik al zei. Ze heeft hier allemaal make-up. Dat is toch echt de hemel. Nou, dan gaan we nu eerst wimpers doen. Hi! Hello. Nou, dit is Quincy. Ze gaat dus mijn nagels doen. Yes. En ik ga even... Wimpers. Wimpers. Jezus, ik zeg nagels. Wimpers. Ja. Ja. En ik heb dus... Dit vind ik echt heel mooi. Dus ik denk dat we voor zoiets gaan. Yes. Lekker wispy. Ja. Dit is dus de before. En nou ja, zoals jullie weten heb ik een ooglidcorrectie gedaan een tijdje terug. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe dit er nu uit komt te zien. Vast heel anders, maar ik heb er wel echt zin in. Oh my god, mijn wimpers zijn klaar. Kijk hoe mooi dit is. Ik voel me helemaal prinsesje. Het is echt een beetje wispy, zo noem je dat. Dus tussendoor wat van die iets langere. Kijk nou, en ik heb dus niet hele grote ogen. Dus dan moet je ook niet te lang doen. En ik vind te vol ook niet mooi. Dit is echt perfect. Iets langere uiteinden. I'm so pretty. Nu gaan we make-up doen. Ik heb nu al een mooie glimmende huid, daar hou ik van. Maar dat komt echt door die crème, hè? Ja, dat is echt die crème. De crème. De crème. Okay, we hebben nu alleen nog maar foundation en concealer op. Maar kijk even dit verschil. Ik lijk wel een klein poppetje. Ik vind het echt helemaal mooi. Misschien is het raar dat ik over mezelf zeg, maar ik vind make-up altijd wel mooi. Maar dit is echt super mooi.
Oh. Even lekker glammen. Yes. I love it. Ik hou er echt van. Altijd lekker make-up. Ik vind dat zo heerlijk. Ja, ik vind dat ook echt amazing. Oh my god, jongens. Kijk, we hebben foto's gemaakt. En ze zijn zo mooi. Maar jij kan ook wel echt mooie foto's maken. En mooie make-uppen. En mooie wimpers zetten. I love it. Zo, ik ben weer lekker thuis. Het was echt een heel gezellig dagje. Quinn was echt zo lieve meid. En ik ben hier echt zo blij mee. Ik ga de hondjes nu even lekker aandacht geven. Reneetje. En dan lekker slapen morgen weer een nieuwe dag. Good night. Hallo mijn mede-vloggers. Grapje, jullie vloggen niet, maar welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag woensdag. We hebben 1 dag geskipt, want deze meid heeft gisteren letterlijk niks uitgevreten, behalve gewerkt. Ah, en ik heb de trap opgelopen en ik ben buiten adem. Ik ben weer in mijn welbekende kledingkamer. En ik ben dus letterlijk mijn kleding aan het uitzoeken. Om weer op Vinted te zetten binnenkort. Dus ik heb letterlijk deze hele stapel al. Dat is echt heel veel. Ik ben nog helemaal bezig. Ik moet ook nog mijn andere kast opruimen waar de kleding gewoon in ligt. Dus ik ben wel even bezig om dit straks op Vinted te zetten. Mijn god, maar goed. Stay tuned, want wanneer ik dit online zet, dan zien jullie dit uiteraard. Hey, ben jij gewoon boven gekomen? Hey. Ik had mijn kamer opgeruimd en nu is het weer een zooi, omdat ik het allemaal aan het uitzoeken ben. Oh my god. Maar goed, het is voor een goed doel, hè. Ik ga gewoon lekker opruimen, plek maken voor nieuwe dingen. Oké, dit is dus het andere, of mijn andere kast. Die kant moet ik nog doen. Maar deze kant heb ik, voor zover je het kan opruimen, opgeruimd. Oh mijn god, ik heb echt te veel kleding. En dan gaan we naar deze kant. En het midden moet ook nog. Oh, wat een drama dit. Maar goed, het moet even gebeuren. Dan kan ik er weer tegenaan verlopen. En ik ben heel erg aan het uitstellen. Ik heb echt uitstelgedrag. Oh, ik moet zo aan de sport. Ik moet mijn huis nog opruimen, schoonmaken. Alleen, ik ga dit weekend dus naar Mysteryland. Dan hebben we een hotelletje voor het weekend. En ja, dan wil ik het eigenlijk iets voor het weekend opruimen. Want morgen moet ik weer de hele dag naar Rotterdam. Of tenminste, het is gewoon 2,5 uur rijden voor mij heen en 2,5 uur terug. Want ik ga weer naar Devon Official. Nou goed, ik ga even verder, want ik ben echt aan het uitstellen. Oké, let's go to the gym. Oh my god, je kan me bijna niet zien. Wacht. Ik wil jullie even een cute sportsetje laten zien. Hij is zo cute. Het is dus eentje van RS Gymwear. En met de code Annabel10 krijg je ook 10% korting. Kijk dan, er zitten van die mooie lijnen op en een scrunch. Echt love it. Hij zit ook echt heel lekker, super elastisch. Ik laat hem nog even hier zien, want ik weet niet of je hem goed kon zien in het andere licht. Maar de kleur is echt niet normaal. Ik hou echt van roze. Kijk nou. Dit is een maatje M, geloof ik. Ik draag bijna overal maat M van bij RS Gymwear. Nu hebben we leg day op de planning. Zo, goedemorgen jongens. We zijn net wakker. Het is vandaag zaterdag. Ik heb gisteren niks gevlogd. We waren echt even een lekker dagje aan het chillen. We zijn in de sauna geweest, hè? Mm-hmm. En we hebben uit... Goed verhaal. Je zegt echt nooit meer wat in een vlog. Oké, we zijn gisteren dus lekker even hier een hapje wezen eten van een Valk Zaandam. En toen zijn we lekker naar de sauna gegaan en bij het zwembad gechilled. En vandaag hebben we een superior room, want de suite was niet meer beschikbaar. Dus we gaan ook vandaag... Ook gewoon lekker hoor. Jazeker. We gaan vandaag overchecken naar een Ibiza suite. Ja, echt heel chill. Ik ben echt heel benieuwd. In hetzelfde hotel dus dat is wel chill. En dan moet je weer je koffers inpakken. Niet dat ik die heel erg heb uitgepakt. Oh my god, mijn wimper. Kijk trouwens, ik heb mijn wimpers gisteren nog bijgevuld bij... ik weet even de naam niet meer van haar wimperaccount, maar ze heet zelf Quinty. Quincy, jezus. Wie is het dan? Quincy. Ik dacht Quinty, ik zei eerst ook... Ze heet Quinta, schat. Nee, ze heet Quinty. Habiba Quinta. Ja, ze heeft wel een mooi pand in ja, eerlijk. Amersfoort. Ik zou haar even hier onder taggen, even de juiste Insta. Ja. Volgens mij heet het Luxury Lashes. Quinta Habiba Luxury Lashes 101. Ik moet ze nu natuurlijk wel borstelen, ik ben wakker. Maar kijk dan, dit is echt precies hoe ik het ben zo blij mee. Ik heb mijn ballen verbrand. Ik doe altijd alles om te haar met ontharingscreme. En ik heb het te lang op mijn ballen laten zitten. Dat is niet best. Ik ga jullie de beelden besparen, maar dat is niet best. Nou, het valt mee hoe het eruit ziet, maar het doet wel pijn, hè? Het is wel helemaal rood. Het is alleen helemaal rood.
Oh. Kijk. Nee. Nee, zo zielig. Het is gewoon echt een brandhout. Dat onderhuidingscreme, maar dat is echt... Geen second time het weekend. Nee, helemaal niks. Nee. Shit. Maar goed, ik heb gisteren en eergisteren even niks gevlogd. Gisteren omdat we lekker aan het chillen waren. Eergisteren heb ik niet zoveel gedaan. Daarom is deze vlog dus ook niet elke week, maar om de 2 weken nu. Niet standaard hoor, maar ik laat het dus weten op mijn Insta als het elke 2 weken is. Want ik wil wel gewoon een leuke vlog voor jullie hebben. En ja, of nou elke week is of 11 of 2 weken, dat maakt op zich ook niet heel veel uit. Ik ga nu even mijn wenkbrauw verven, want we gaan natuurlijk vanmiddag naar Mysteryland toe. Het klaart trouwens ook wat op, dus dan een beetje regen. Het is gewoon wenkbrauwverf van de Douglas. Donkerbruin. Er staat trouwens op, less up to 6 weeks. Nou, dat is echt niet zo. Up to 12 applications. Nou, dat is wel echt veel meer. Ik heb echt wel veel meer wenkbrauwen hier uitgehaald, zeg maar. Maar hij is wel bijna op. Maar ik denk dat ik dit echt al een jaar heb of zo. Maar goed, ik ga even mijn wenkjes verven. Daarna ga ik even wat dingen uitproberen met mijn haar. Dat is nog niet mijn definitieve make-up. Want ik wil eventjes wat nieuwe dingen proberen. En ja, dan ga ik niet in één keer mijn final look doen, zeg maar. Normaal gesproken doe ik dat wel in één keer, want ik heb geen zin om zo lang bezig te zijn. Ik vind make-up echt heerlijk. Maar als ik zo lang bezig ben, dan ja, dat is ook niet de bedoeling. Maar ik ga even wat dingetjes proberen. We gaan toch pas vanmiddag in verband met het weer. Ik moet nog even lekker mijn haren wassen, mijn haren feunen. Dus dat ga ik zo meteen doen. Kijk, dit beetje gebruik ik trouwens maar. Het is echt letterlijk, nou ja, dit dubbele hiervan. Gefeliciteerd, paard! Dankjewel, man. Dankjewel, lief dat je belt. Ben je lekker aan het werk? Gefeliciteerd, Dirkteur! Dankjewel! Ik heb een verrassing voor je! Ze heeft een verrassing, zegt ze. Wat is dat dan? Je krijgt hem zo. Echt? Ja. Oh, krijgt hem. Je krijgt hem zo, man. Nou, de hoentjes zitten lekker in de verf. Nu denk je echt, dit komt nooit meer goed. Maar ik ga zometeen dus die beginstukjes weghalen. En dan laat ik de rest er nog even op zitten. Ik heb wat van die donshaartjes op mijn gezicht. En... dat vind ik niet mooi, dus ik ben het er aan het afscheren. En ik heb dus een Turks mes van René. En dat is zo scherp. Ik heb mijn hele kin gewoon opengemaakt. Echt kut. Het doet echt pijn. Maar dan zijn die haartjes wel lekker weg. Oké, mijn wenkjes zijn klaar. Ze zijn echt zo mooi zo. Ik heb mijn wenkbrauw dus laten doen bij Acacia Beauty. Powder brows. Dus ik heb sowieso al een hele goede basis. Maar als ik ze dan verf, dan is het zo mooi en lekker donker. Echt love it. Oké, ik heb ook echt iets heel leuks. Dit is dus een ponytail van Luxury for Princess Hair Extensions. Dit is dus van echt haar gemaakt. Kijk, hier zit ook een plukje in. Zodat je kunt zien wat voor kleur het is. Ik ga dat sowieso even bij mijn eigen haar houden zo. Ik heb het al gedaan. Het is precies dezelfde haarkleur als dat ik heb. Dus dit is top. Dan heb je zo'n hele mooie volle paardenstaart. Dus ik ben echt heel benieuwd. Ik heb natuurlijk super lang, mooi, gezond haar. Maar dit is echt zo'n perfecte staart. Dus ik was zo benieuwd. Dus daar hebben ze me opgestuurd. En dat ga ik even proberen. Ik ben fresh uit de shower. Lekker gemoisturized. Heerlijk. Dus ik ga nu mijn make-up doen. Ik heb mijn skin geprept. En kijk even. Ik had zoveel make-up. Dat ik gewoon zo'n grote koffer gekocht heb om alles in te doen. Nou heb ik nog steeds veel meer thuis, dus ik heb er nog eentje besteld. Maar dit is toch heerlijk. Alles lekker georganiseerd. Echt super, dus ik ga nu even lekker in de glam. Hallo, het is vandaag zaterdag. Lekker weekend. En ik heb net een zo leuk pakket opgestuurd gekregen. René is al helemaal aan het uitpakken. Kijk dan. Jongen. Wat is het? Ja, allemaal eieren. Van Grenade. Die hebben mij dus een hele doos opgestuurd met allemaal... Oh, dit is mijn... Oh nee, dit is hem niet. Maar deze ziet er ook lekker uit. Mijn favoriet is die met deze, birthday cake. Oeh. Wat is dit nou? Proteïne spread bij chocolate cookie. Oeh, lekker. Eiwitpasta. Kun je lekker oplepelen tijdens de film vanavond. We gaan dus vanavond naar de bioscoop, naar Mac 2. Oh my god, wat is dit? Oké, ik moet het niet zien. Ik ben in de prep voor de foto's. Nou, doei schat. Doei, succes op werk, ja. Kijk, deze beker, hoe leuk. Succes op werk. Met jouw werk. Kijk hoe leuk. Ja. Dit is dan in de vorm van een grenade. Succes op werk. Alsof ik... Op werk. Alsof ik nu zo heel braaf naar mijn baas ga. Hey baas, goedemorgen. Ja. Wow. Wacht even. Ja. Love you. Nou, echt heel blij met dit pakket. Echt super chill. Ik hou echt van hun producten, dus dat is wel echt heel leuk. Super lief dat ze me dit hebben opgestuurd. Ik heb namelijk volgende week een gesprek met hen over eventuele samenwerking. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Ik vind het echt zo leuk als je met merken kan werken waar je eigenlijk al fan van bent. Want
je ziet ook heel vaak influencers die werken dan met bepaalde merken waar ze eigenlijk, tenminste waardoor het lijkt dat ze er niet achter staan. Snap je wat ik bedoel? Dus ik vind het altijd wel heel belangrijk dat je echt achter een merk staat. En nou ja, dat je er ook echt fan van bent. En dat ben ik. Ik heb ook een samenwerking met Process nu. Echt hartstikke leuk. Ik ben ook echt, mijn supplementen en alles heb ik daar altijd heel vaak gehaald. Ook bij RealSubs natuurlijk, waar ik zat of zit. Kijk, RealSubs en RS Gymwear, dat is zeg maar één bedrijf. En de supplementen bij hun doe ik niet, de kleding wel. Maar ik had wel gewoon supplementen van hun die ik gebruikte natuurlijk. Alleen dat promote ik dan niet. Maar nu zit ik dus bij Process. I'm a Process athlete. Ze hebben echt super veel leuke kleding. Allemaal supplementen. Dus ik heb een doos boven staan om allemaal dingen uit te proberen. Dus dat is ook hartstikke leuk. Dus daar zal ik jullie binnenkort even wat van laten zien. En natuurlijk kun je dat ook vinden op Insta. En met de code Annabel in hoofdletters krijg je ook 10% korting op alles. Dus dat is ook heel chill. Ik ga nu de hondjes even eten geven. En daarna ga ik de auto even schoonmaken. Wat ga ik nog meer doen? Trainen ga ik doen. Ik moet nog werk doen. En ik wil heel graag content maken, dus voor Process. En ik heb dus zo'n camera gekocht. Zo'n Canon PowerShot G7X Mark III. Nou, deze foto's, ik zweer het. Dit lijkt gewoon alsof je real life filter over je hoofd heen hebt. Het is echt ziek wat voor foto's deze maakt. Dus ik wil eigenlijk even wat leuke foto's gaan maken. Ik hoop dat ik het red allemaal. Preo komt vanmiddag. Die is vanavond een feestje, dus die ga ik opmaken. Oh, dat heb ik wel echt heel zien. Echt heel leuk. En ik heb van Luxury for Princess, zo heet het geloof ik uit mijn hoofd, een hele mooie ponytail opgestuurd gekregen. Dus die wil ik eigenlijk even bij haar proberen. En dat we dan een beetje twinning van die foto's kunnen maken. Maar ik ga jullie lekker meenemen vandaag. Oké, we zijn gearriveerd bij de Media Markt. Mijn koptelefoon is dus opgeblazen. Ik heb hem ook best wel heel lang. Ik had eentje van JBL. Dus ik heb een nieuwe nodig. Dus ik ga naar de Mediamarkt. Of ik ben daar nu. En ik wil eigenlijk die van Apple. Alleen ik vind hem wel een beetje duur. Alleen ja, ik heb hem getest. En hij is wel echt duur. Dus ik weet niet. Kijk, dit is die ik eigenlijk wil hebben. Ik vind zilver ook gewoon echt heel erg leuk. Deze is wel echt vet vies trouwens. Misschien is zwart wel handiger. Aangezien die dan minder vies wordt. Deze zie ik dus ook weer vaak voorbij komen, maar ja, ik heb gewoon die van Apple in mijn hoofd, dus dan vind ik het een beetje, weet niet, dan wil ik gewoon die, weet je wel. Kijk, weet je wat het is? Net zoals bij deze en die JBL die ik dus heb, dan lijkt ik zo'n bouwvakker, want dat zijn van die grote dingen. Dat vind ik zo lelijk. Kijk, en dit is dus die van Apple. Ik weet het, het gaat om het geluid, maar ik vind het ook wel mooi als het gewoon een beetje leuk uitziet. Dit ziet er toch gewoon 1000 keer beter uit. Het is misschien niet zo'n bouwvakker met van die oorklep ook. Dit is dus de zwarte. Ik denk dat ik wel voor de grijze ga. Het is heel gek. Het lijkt wel alsof ik mezelf hoor praten. Ik ga dus nu even een muziekje opdoen, wacht. Tenminste, ik denk, ik weet niet met welke die verbonden is eigenlijk. Lol, hoe werkt dit? Ik weet niet hoe dit werkt. Wacht. Ik ben zo mogol. Ik doe die koptelefoon muziek. Ik dacht, waarom hoor ik nou niks? Maar ik hoor die muziek wel. Is die koptelefoon helemaal niet verbonden? Die is die man die van Apple, die hielp me heel goed. Die heeft me echt heel goed geholpen. Die lachte me uit, jongen. En ik mezelf ook. Ik dacht, waarom heb ik dat weer? Zo dom. Maar goed. Dit wel echt hele vette opties op de koptelefoon. Maar hij raadde me ook aan, omdat het voor het sporten is, dat je een Beats bij Dr. Dre hebt van Apple. Ook een nieuwe variant. Dus ik vind het een beetje lastig. Die hadden ze hier dus niet in de winkel. Dus die moet ik even bestellen. En dan ga ik hem denk ik dan even uitproberen. Ik denk dat ik ze beide ga bestellen. En dan één terug ga sturen. Ik denk dat dat de beste optie is. Oké, jongens. Dit is heel, heel random. Maar deze ding heb ik altijd in mijn auto. Deze geur. Dit is Carnaro Cherry. Die is zo lekker. Je hele auto ruikt naar kers. Oh, deze is ook heel lekker. Strawberry. Ik ga dat meenemen, want dit is zo chill. Je ruikt er gewoon helemaal naar als je auto uitkomt. En het ruikt echt top. Oeh, ik ben zo sukkel. Ga ik voor een koptelefoon? Kom ik terug met geurdingen, hoor. Maar goed, die had ik ook nodig. Ik ga nu even mijn auto schoonmaken, jongens. Dat is wel even nodig. Dit was even nodig, jongens. 5 jaar geleden alweer. Even lekker poetsen. Oké, we gaan hem eens even lekker schoonmaken, jongens. De buitenkant glimt in ieder geval weer. Daarna doen we nog even lekker met de glassectie alle ramen even lekker. Nou, ik ben inmiddels weer thuis. Ik heb Preya opgehaald. Die was bij René aan het werk. En kijk, ik heb lekker dit voor haar gemaakt.
Dat is een volkoren wrap met 30 plus kaas en kipfilet. Echt lekker. Lekker, hè? Ik eet er nu ook eentje, wel zonder saus. Maar saus is live, dus ik vind het wel jammer. Maar ja. Hè? Dan ga ik zo even pre-haar make-up zo doen. En wasje ophangen, eten. En dan gaan we straks lekker naar de bios. Mijn traan van gemis, omdat ik nu een stukje van de buur zo mis. Is dit nou het einde of een nieuw begin? Nou, wij zijn nu bijna bij de film. We zijn net, hebben net geparkeerd. Het is 8:30 en de film begint 8:30. Maar gelukkig zijn er ook nog voorstukjes zo, dus we zullen vast niet heel veel missen. We gaan dus naar Mac 2. Wat zijn we even gezellig weg, hè? Nee, we lekker op date night met z'n tweetjes. Papa en mama even eruit. Ja. Heb je er zin in? Hier stond ik vroeger aan de deur, in die steeg daar ook. Wacht, gaan we laten zien, hè? Daar, in die steeg, daar is een nachtwacht. Daar stond René altijd aan de deur. Hier ook. En waar stond je nog meer? Hoe heet het daar? Overal niet. De Bida, Shooters, Club Red. Oh ja, Club Red heb je ook nog gestaan. Nou, hier gaan we even lekker heen vanavond, hè? Lekker degelijk even naar de film. Ja. Wat heb je mee voor eten? Speciale chips. We hebben proteïne chips mee. Ja, ik zie proteïne chips, van linzen. Oh. Wil je alsjeblieft even in die Barbie doos gaan? Ik heb gehoord dat deze Barbie film heel erg feministisch is. Ik haat feminisme. Nou. De nieuwste films. Nou, we zijn nog op tijd, hoor. Enjoy the movie, mee. Wij zijn thuis, jongens. En de alleskunner komt dus vandaag voor het eerst op tv. Waar zit hij? Waar? Helemaal erachter vier. Ik film dit even met mijn telefoon, want ik ben dus de vlogbeelden aan het uploaden, jongens. Dus het is een beetje wazig misschien. Maar de alleskunner, elke zaterdag 8:30 op SBS. En dan kun je kijken hoe wij deze games rocken of niet rocken. Want ja, wanneer gaan we eruit? Hè? Hoe lang blijven we erin? Ik zweer het, dit was zo leuk om mee te doen. Maar echt, je zit zeg maar in een rollercoaster van emoties. Want elke keer ga je in die adrenaline en dan ben je er weer uit. Dan heb je weer een spel en je bent de hele dag letterlijk spelletjes aan het spelen. Nou, je gaat echt helemaal kapot, maar het is wel heel leuk. En die avondjes ook gezellig met z'n allen lekker praten en... We gingen trouwens wel vroeg op bed, want de volgende moet je weer vroeg en fit ervoor zijn. Dat was echt een leuke ervaring. Ik ben benieuwd wat jullie ervan weten, of jullie gekeken hebben. Oké, jongens. Ik lig lekker in bed. Ik moet weer even wennen aan het vloggen nadat ik terug ben gekomen van het festival. Ik weet niet wat het is. Ik vond het festival was wel echt super leuk. Het was echt geweldig. Ik heb het echt gezellig gehad met René en met Gloria. We zijn echt een goed festivalteam, dus dat is wel echt heel gezellig. Ondanks de regen af en toe, maar echt heel leuk gehad. Alleen omdat ik dus heel gezond leef, tenminste ik denk dat het daardoor komt. Ik praat een beetje gek, want ik heb een nachtbeugel in. Ik denk omdat ik dus zo gezond leef, dan is het echt een aanslag op mijn lichaam als ik dan een keer wat drink, wat minder slaap, wat feest, weet je wel. En dan moet ik echt een paar dagen daarna bijkomen en dan zit ik gewoon niet lekker in mijn ritme en dat vind ik zo kut. En dan denk ik, ja, ik weet niet of ik dat wel... ervoor over heb, om het zo maar even te zeggen. Maar goed, ik feest echt maar één keer in de 6 tot 8 weken of zo. En ja, nu is het 6e festivalseizoen ook voorbij. Dus en in november ga ik lekker naar Thailand. Oh my god, zo zin in. Maar goed, ik ben dus iets minder bezig vlog afgelopen week. Maar in ieder geval, thanks voor het kijken. Vergeet niet te liken, te subscriben. En het lijkt me ook leuk om te weten van jullie wat jullie heel leuk zouden vinden in een vlog. Ik hoor wel eens vaker dat jullie graag een make-up routine willen zien en skincare. Dus ik denk dat ik dat in de komende vlog even ga oppakken. Maar mochten er nog andere leuke dingen zijn, let me know. Love you.